Welkom bij Feyenoord Vrouwen 1 tegen PSV Vrouwen 1. Een duel in de 8e finale van de Toto KNVB-beker. Bij Feyenoord 1 verrassing. Brigitte Baptiste staat voor het eerst in de basis. Gezocht Baptiste, die is de bal kwijt bij International Brugts. Krijgt ook nog een tikkie van der Goorberg, maar dan Smits, 1-op-1. Smits, Weimar met de voeten. Goede redding in de korte hoek. Trapt u wel met rechts in. Daar is dan de ruimte op de kop en de goal. De goal van Verspachet. Wat een heerlijke vrije trap. Scherp aangesneden. Lisanne Alkemade gaat dan nog wel die kant op zitten. Met de vingertoppen nog aan. Maar kan die bal helemaal niet meer keren. Ver genoeg buiten het bereik van de doelman gekopt. Feyenoord op een vroege voorsprong. 1-0. Wordt dan gesmoord. Uiteindelijk neemt Feyenoord wel weer over. Van der Goorberg, De Graaf. De Graaf, goed gezien dat Rijsdijk daar wat ruimte heeft. Teruggeven aan De Graaf. Vrije schotkans. Dat moet de 2-0 zijn. Nee, ze schiet hem recht door het midden. De kans op 2-0 voor Feyenoord. Weinig hulp voor Smits. Nu wel met Brugts. Die kan door gaan lopen. Brugts geeft hem dan op tijd mee. Daar kan dan geschoten worden. Als Weimar daar net niet bij kan, dan is het de treffer van Laura Strik. Dan nu Leef, als is Baptiste voorbij. Voorzet niet goed, kan half voor de weg gewerkt. Smits, 1-2'tje. Smits, vrij schotkans. Smits in de korte hoek. Weimar weer met een belangrijke redding. Leef als weer met de ingooi. Zoeken naar Smits. Half weggekopt door Ipema, dan hier nu Brugts. En dan valt die bal nog in het 16 meter gebied. Is het nu Ripa met het schot en die bal valt erin. Valt bij de eerste paal. Weimar houdt hem er half uit. Dan is het de scrimmage. Dan wil men doen geloven dat hij over de lijn heen is. En dan is het alsnog een treffer. Blijkbaar. Op aangeven van de grensrechter geeft de scheidsrechter Jurie Kuipers de treffer. Maar die raakt de bal kwijt. Ripa, Levels doorgelopen. Levels kan zo het 16 meter gebied in. Levels kan dan ook uithalen. En treft dan ook nog eens doel. Hulswit en Brandouw die hem dan over de zijlijn heen trapt. En Alfred schijnt dat de Kuipers het genoeg. Bekersprookje voor de dames van Feyenoord. Houdt hierop in de 8e finale. PSV met 1-4 te sterk.